Pansa Group of Companies NV is de beste exposant geworden van de bouw- en woonbeurs 2019. Directeur Moreno Pansa heeft vrijdag tijdens een netwerkborrel van de stichting Welzorg Suriname een award in ontvangst genomen. Bij deze gelegenheid waren ruim 75 ondernemers aanwezig. De bouw- en woonbeurs is dit jaar voor de 9e keer gehouden. Directeur Viraj Gangaram Pandey van de stichting Welzorg Suriname zei dat de Pansa Group of Companies zich gedurende de 5 dagen van de beurs het best heeft geprofileerd. Zij waren voor het eerst op de beurs en ze hebben 2 dagen. Ze hebben 5 dagen lang laten kennen op de beurs. En ik denk dat het overtuigend was dat zij de beste exposant waren. Dus ik wil nogmaals een applaus voor de Pansa Group of Companies. Moreno Pansa, directeur van de Pansa Group of Companies, is bijzonder blij met de onderscheiding. Hij zegt dat dit zonder de inzet van zijn team niet mogelijk zou zijn geweest. Ik zie dit als een grote stimulans en erkenning van het Surinaams product. Als ik het goed heb, hebben we in de top 5 alleen maar Surinaamse bedrijven die met Surinaamse producten, Surinaamse diensten, etcetera. Dus Suriname stond echt centraal en positief te highlighten tijdens deze beurs. Daarom zeg ik, vandaag heeft niet alleen de Pansa Group of Companies gewonnen, maar heel Suriname. Tot zover Moreno Pansa van de Pansa Group of Companies vrijdag bij de netwerkborrel van de Stichting Welzorg Suriname. De overige beste exposanten waren Randu Woninginrichting, Mobishan Woodworking, Farossio PPG Suriname en de Surinaamse Bank NV.